De Leuk. televisie? Wat is dit dan? Super Mario Style! Spannend is, het gaat beginnen. Heel plezier, toppertjes. Oh, ja, maar nu had het echt zo'n toetoe. Kan ik een lekker sikkel krijgen in de chat? Lekker dat ook. Ik moet een spelletje spelen. Het begint. Oh! Dit is een tap, dit is een tap, dit is een tap. Daar is hij, daar is hij. Oh, dat is hem. Oh joh, dat hij is echt niet. Waarom heeft hij op zijn mond, op zijn hoofd? Waarom heeft zij geen toep op zijn hoofd? Dat is de beste voor ons. Het rest dan. Bro, we gaan vissen, zeg. Pietje, de Dave is er. Zeg bro, OnlyFans, please, please don't do. Ja, die ogen, nooit, dat ging niet heel goed, maar als ik eerlijk mag zijn. Waarom zijn ze allemaal furries, toch? Ze zijn furries, ze hebben te veel poedersuiker gestoken. Geertje dan, die is aan het genieten. Kijk en daar dan zit in dat hoekje. Ja, nee, dit was inderdaad een aapmoment. Ik ga eerlijk met je zijn. Dit was een aapmoment. Oh, deze zijn nu live. Waarom zit Niels? Niels zijn pak is veel te groot. Kijk dan. Huub is veel leuker dan Niels. Ik ga nu liggen. Waarom is Lara blauw? Ja, dat vroeg ik me ook af. Waarom is zij rood kapje? Rood kapje, only fans, please. Hey, joh. En de geest. De geest? Wat de fuck heeft Lara? Oh, ze is daadwerkelijk blauw. Ja. Een act, laat het me dan vooral weten. En wie weet komt uw reactie wel live in de uitzending. Oh ja. Shit. Live, baby. En de rest is nog maar één ding. En dat is het thema. Vanavond wordt verzorgd door Fabian Zienbaar. Wat voor de eerste act is toch al geweest? Ik hoor gaat gebrengen. Pas op met Polen. Pas op, er is gewoon niks te zien in Polen. Fabian Zienbaar. Polen is het meest nutteloze. Nee, sorry. Even de volume mixen op en om dit verhaal te zetten, want ik hoor het echt amper. Nou. Simba. Maarten doet ook mee. Ik ga, nee, nou ga ik hem ook gewoon. Nee, hashtag Hoop OnlyFans. Ik had de jas. Nee, dit is geen aapje, dit is een depje. Jawel. Iedereen doet ook Hoop OnlyFans. Nee, het van mij. Wat een bullshit. Worden ze nou verwijderd allemaal? Ja, inderdaad. Ik heb echt verwijderd, Sarah. Welke smiek loopt ons te verwijderen? Milou is aan het censoren! Onder... Hey, hashtag free the people. Hashtag only fans. Heb het eigenlijk wel gehoord, nee? Ja, nu heb ik hem wel gehoord. Wat is dit? Het is toch kippenvel, Natas? Ja, het is kippenvel, niet kippenvel. Of het is wel kippenvel, hè? Oh, het is een verouderende. Ja, Natasja is gewoon een beetje oud, later maar. Er zijn ook alleen de docenten die gewoon serieus aan het commenten zijn. Is jouw ja. Goed, Maarten? Hanneke is racist. Waarom is zij zwart? What the fuck? Ja. Doe nou, Hanneke ieder maar black flushed. Maar het is geen bezestiging die onze bericht heeft verwijderd. Dat is de... Ja, maar dit zijn wel stoer, dat is helemaal niet nou, ja, ja. En Roos Versteeg vindt het echt. Of wel, of is dit wel live? En hup. Waarom ja, dit is live, maar de rest niet. Gast hier aan tafel. En dan is het zo. Je hebt het Niels. Dat komt uit de back, Niels. Van Roosje, en dat sluit eigenlijk heel goed aan bij de magische avond van vanavond. Oh nee. Dus laten we dan maar gaan kijken. Ja. Ik zie eens het thema magie was eerlijk gezegd, als het daarover ging. Oh, ik dacht, oh, die Sim, ja, gadverdamme.
kan je daar niet naar luisteren, man. Jongens, stuur een homovlag. Nee, die zijn niet geblokt. Die zijn letterlijk in de... Ze zijn helemaal onderaan, helemaal onderaan. Oh, ah, ja. Nee, pas als hij begint te zingen, pas als hij begint te zingen. Ja, aapje, 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 die was niet goed. Deze is ook niet goed. Ja, ik loop volgens mij achter. Oh shit, samen klinkt best wel goed. Boze berichten worden voor mij. Ik loop achter. Holy shit, ik ben aan moaning. Jemig. Oké, Tristan. Wie is Bosch PSB? Wie is dat? Candice is echt heel goed. Ach, wie zegt dat? Maarten. Is de moeder van Gatsbespeer? Willem. Dat is Willem. Moeder van Bas. Trude! Hashtag Trude OnlyFans. Kees, dit is best. Wat? Wie is dat? Oh, dat is ik ga naar de juffrouw. Optreden? Prins is toch dood en zwart? Voor mijn grote schrik dat mijn paard spoorloos verdwenen was. Nee. Mooi, mooi, fantastisch, prachtig, zegt Emiel. Het gaat maar door met de reactie. Totdat we de locatie van het paard gehoord hebben gekregen, dan gaan we nu verder met de volgende act van vanavond. Slachterij, zeg dat ook al iemand. Op het podium van act van... Mijn stiefmoeder haat me. Ik is er een pan emoji. Ja, dat is ook een transgender vlag. Stuur gewoon een koekenpan door. Hoe heet die? Ik zie donuts. Ik zie een barbecue. Nee, we moeten die pan hebben. Ik zie een bongo. Laag steekje van. Er is wel een pan. Een ei erin. Development cooking. Oh ja, cooking baby. Eitje. Ah, wat jammer nou. Ik let ook helemaal niet op wat ze aan het doen is. Ik ben helemaal in die dingen. Spiegeltje aan de wand. Wie meedoet heeft de mentale... Hier is het platste van het land. Ze staart antwoorden. Is going insane, Italië. Hoor je week? Waar gaat het over? Geobsedeerd met die stomme spiegel. Nou. Of is dit echt? Nee, het zijn amateurs. Zo wat de... niet lelijk. Wel. Nee. Jongens, ik niet dan in de chat kanker zeggen. Mijn oma is namelijk van de trap van kanker. Nee, maar iets, zo'n... Zo'n tekst en dan wordt dat zo'n Mario of zoiets, zo'n dingen. Among Us Scott. Ja, die staat onder Keijs op profiel, toch? Oh, hij is te groot. Ja, stuur maar een paar keer. Gewoon in twee keer. Dat is zo snel mogelijk. Of knip gewoon een stukje ervan af. Oh, hij kan. Ik heb het niet snel. Wat? Wat? Bij de andere. Hanneke Niedema, yo! Maar ben ik geband, dat is zeker. Reacties, ik zie mijn berichten in mijn dagkamer. Herman zegt geweldig, monoloog, eindelijk een realistische ik. Ook wat pessimistischere mensen die zeggen dat hij bij een slachterij of in een frikandel zou zijn. Ik mag hopen van niet, maar... De locatie van de paard is nog toe vrij. Ja, of je maakt een nieuwe point, want je kop lijkt er al op. En drie jongere talenten die het lied Superstation op gaan voeren. Dit zijn Rens, Reno en Stan met Superstation. Die ken ik. Superstition is nog een moeilijk nummer ook. Ja. Voor hoe de kijken we extatisch aan. Nee, hij geniet niet zo erg als dat Olivier doet. Nee. Maar je pack nou eens, kan ik zo horen. En jij een pack, man. Hij ziet eruit als James May in het vliegtuig. Lees die man, die lijkt dat die dikke Burger King komen. Maar dit is een flaporen. Oh nee, die kan het vliegtuig met zo'n kut Burger King. Oh die. Waarom is hij zo'n meme? Ik snap het niet. Ik vind het trouwens best wel cringe, deze uitzending. Maar ik zeg gewoon... Ik vind het wel grappig. Al die docenten in de chat heel positief. En er komt een of andere cringe aan met... OnlyFans.
Wanneer gaan ze nou zingen? Ja, niet. Ja, dat doen ze niet. Er was eens een... Je moet blind daarvoor zijn. Een arm meisje dat alleen met haar moeder leefde. Oh. Oh, okay. Ze hadden niks meer leuk te eten. Toen op een dag het meisje naar het bos ging, hij is kwam ze aan een oude koning tegen. Ze werd gedoodgeschoten door de IDM. Ze gaf haar een pan en als ze dat niet zei... Alsjeblieft, pan uit. Als naar haar moeder. Explode, dat is mijn maar... rap. Joren, waarom is hij serieus? Rasmus Peters. Waar gaat het verhaal nou over? Ja, ik kan niks horen. Wat ik dit doorheen te praten. Het is iets met een moeder en kinder of zo. Maar wat is dit? Wat zegt hij allemaal? Zijn dat earpods? Hij is ons echt compleet aan het negeren, dat vind ik heel jammer. Eén nog compliment, hè. Ze worden meer in de belach gemaakt. Is dat de Rens? Is dat de Rens, ja. Waarschijnlijk hebben al de cent een opdracht gekregen om positief in de chat te zijn. Echt grappig, maar ja, dat lukt niet. Hij was Jacka met bomkracht, zeg. Hij rijdt naar de Fashion Week. Laten we snel doorgaan naar de volgende act. Dit zijn artiesten die al veel ervaring hebben op het Elsnau College en volgend jaar ook van school zijn. Ik verstand dit. Dit zijn autisten die veel ervaring hebben op het Elsnau College. Hey, witch doctor, give us the magic words! Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah. Ja. Dat is Chinees, sambalbuik. Nee, dat is racistisch. Dat zijn racistisch. Haha. Zwaar. Dit was Shrek. Haha, dat kan niet. Ja, ik kan geen. Oh, dit lied. Dit is twee keer, dit is Shrek lied. Het is gewoon Fred, het is gewoon je schuld. Gewoon! Gewoon! Matthias, maar jij doet ook met je eigen naam, hè? Ja. Maar de video heeft gewoon geen dislikes. Oh. Jawel. Wel, bij mij drie. Echt. Ja, drie. Ja, drie. Go girls! Oké, kijk eens. Prachtig. Hij ziet er zo chic uit. Hij is als een ober. Maak de arme kinderen in Bangladesh. Ja, inderdaad, ja. Gemaakt door de Chinees achter de drums, dat kan je wel zeggen. What and would it listen again? Wie is what the fuck? Is dat echt Puck? Dat heeft echt een flink gooit voor elkaar. Maar je stelt dat niet. Ja, volgens mij is die geëdit. Mag hopen in ieder geval. Als ik eerlijk mag zijn, V is de enige die kan acteren van al deze mensen. Hij wil daarom meteen alle Nederlandse docenten gewoon meteen corrigeren op grammatica en spelling. Naomi, Rilana, Iris, Marijn, Lonneke, Ilse en Albert. Liever pannen. Vandaag mode ontworpen. Als iemand hier de wet overtreedt. Oh, mode oh nee, niet die kutmode show. Op een Gangnam Style. Gangnam Style.